Het is tien uur avonds. Mijn dochter, die nog geen jaar oud is, dus die nog echt een kleine baby is, die ligt in haar kamertje te slapen. En ik zit met trillende knieën en zwetende oksels in een Zoom-gesprek achter mijn laptop. En ik praat met James Wedmore, Amerikaanse topondernemer. En James zegt tegen mij: wie zou je zijn als je niet. Bang was om deze keuze te maken. En ik voel in mijn lijf dat ik ja wil zeggen. Maar het is ook een enorme investering. Ik ben net single mom geworden. Ik heb een kleine baby. En 30.000 euro investeren. Ik weet dat er een grote kans is dat ik het in veelvoud terug kan gaan verdienen. Maar die 30.000 euro investeren uh, voelt. Spannend. En dat leg ik ook uit aan hem. Ik zeg: James, ik ben net een single mom. Gelukkig wel in co-ouderschap met de vader van mijn dochter, maar net een grote verandering meegemaakt. Uh, mijn dochter is nog klein. Als ik deze investering doe, dan moet ik een paar keer per jaar naar Amerika. Ik weet nog niet hoe ik dat ga bolwerken. Ik weet dat het me ongelooflijk veel gaat opleveren als ik me door jou laat coachen, als ik onderdeel word voor je mastermind. Ik weet ook dat van over de hele wereld mensen zich willen aanmelden. 700 mensen wilden zich aanmelden. En ik weet dat je maar um, 12 mensen toelaat. Ik vind het ook een eer dat je met mij aan het praten bent daarover. Maar ik durf het niet. En hij zegt tegen mij, ik begrijp dat helemaal. Maar wat kom je beleven als je in de mastermind stapt? En ik zeg tegen hem, en dat is ook de reden. Dat ik me heb aangemeld voor een, uh, voor een gesprek. Ik zeg, ik wil het financiële lot van niet alleen mij en mijn business, maar ook van mijn dochter veranderen. Ik wil haar laten zien dat de sky the limit is. Vanuit business, met onze dromen. Ik weet dat ik met mijn bedrijf veel groter en veel krachtiger kan dan dat ik nu doe. Ik speel nog een klein spel, dus ik weet dat ik in mijn grote spel wil stappen. En dat ik veel meer impact wil gaan maken. En James zegt tegen mij, wat heb je voor te leven aan die kleine meid van jou die nu ligt te slapen, om dat ook echt in de realiteit neer te zetten? En ik zeg, ja, stoere, moedige keuzes maken. Stoere, moedige keuzes maken uh, die het verschil kunnen brengen. Hij zegt, oké. Okay. Zegt: Ik ga niet zeggen wat je moet doen. Je weet, ik ga je niet overhalen. Dat is helemaal niet nodig. Er zijn ontzettend veel mensen die mee willen doen aan deze mastermind. Um, ik zie het in jou. Ik denk dat je veel te brengen hebt, maar de keuze ligt bij jou. Maar, zegt hij, kijk of je de keuze maakt vanuit angst en vanuit wat je al kende, of dat je de keuze maakt vanuit liefde en vanuit wat je neer wil gaan zetten. En hij zei dat, hij zei die woorden. En ik, weet, ik wist wat ik moest doen. Ik investeerde in de Mastermind. De James Wedmore uh, Inner Circle Mastermind. 30.000 dollar. Dat was geld dat ik toen niet had liggen. Um, ik wist dat ik ook drie keer per jaar naar Amerika moest vliegen. Dus dat was ook nog... Alles bij elkaar was het kostenplaatje 45.000 dollar. Ik had dat niet liggen. Ik zei ja. En die keuze heeft mijn leven veranderd op de meest fantastische manier. Niet alleen had ik het binnen no time terugverdiend die investering, maar nu nog steeds, het is inmiddels jaren later, verdien ik geld. Komt er geld mijn business binnen vanuit die ene keuze die ik toen maakte om met James te gaan samenwerken. Die spannende keuze waar klotzende oksels van had. En ik ben James ongelooflijk dankbaar dat hij zei wat hij zei, zodat ik de keuze kon maken die mijn leven op de meest positieve manier zou veranderen. Woorden hebben kracht. En als je een ondernemer bent die veel te bieden heeft, die mensen kan helpen hun leven of hun business of hun gezondheid of hun relaties te transformeren, dan moet je de woorden kennen die geld maken. En dat is waar deze podcast over gaat. En dat is ook waar mijn gratis tweedaagse online summit over gaat. Omdat ik zie dat veel ondernemers die fantastisch werk doen, niet de mensen bereiken die ze zouden kunnen bereiken. En dat wil ik veranderen. Want woorden zijn misschien wel de belangrijkste energiedragers waarmee je de deur openzet voor mensen om te kiezen voor zichzelf met jouw mooie werk. Dus dat is waar deze podcast over gaat. Dat is waar het summit over gaat. 3 en 4 oktober. Gratis summit ga ik je alles over vertellen. Maar eerst ga ik je officieel welkom heten bij een nieuwe aflevering van de strijder podcast. Fijn dat je er bent, oké, okay, ik wil van alles tegen je vertellen. Dit is zo'n belangrijke aflevering. Deze solo podcast, want ik zit hier vaak met gasten aan tafel. En dan interview ik gasten over hun business, over hun zichtbaarheid, over de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar in deze uh, solo-aflevering ga ik praten over de vier soorten woorden die je helpen geld te maken in je business. En voordat we op die woorden. Uh, voordat we dieper ingaan op die woorden. Um, wil ik even met je praten over waarom dit juist nu belangrijk is? Juist nu in deze tijd, waarom dit als ondernemer belangrijk is. Ik heb daar net al wat over verteld. En waarom het um, belangrijk is dat je in de mindset stapt van meer willen gaan verdienen vanuit je bedrijf zonder harder of meer te werken. Want dat is waar het summit over gaat. Op 3 en 4 oktober organiseer ik het summit Woorden die Geld Maken. Je kunt je daar gratis voor inschrijven. We hebben niet eindeloos veel plekken, want ik wil met een hele dedicated groep die sessies ingaan. Ik heb een fantastische gastspreker uit Amerika. Ik ga je zo vertellen wie. Iemand die nog nooit in Nederland heeft gesproken en die mijn leven heeft veranderd. En ik geloof dat zij ook jouw leven kan veranderen met wat ze je te bieden heeft aan. Uh, niet alleen tools en inzichten, maar ook nieuwe zienswijzen. Als het gaat over um, op een authentieke, liefdevolle manier je business exploderen. Omzetwijs, geldwijs. Zij komt praten. Ga je daar straks meer over vertellen. Maar ik wil alleen mensen in het summit. Het is een gratis summit. Die komen opdagen. Die in plaats van dat ze. Alleen maar zich afvragen van uh, um, uh, waarom, waarom, uh, waarom bereik ik niet meer mensen, waarom verdien ik niet meer geld? Uh, uh, ik doe mooi werk, waarom weten niet meer mensen van? In plaats van dat je je alleen dat afvraagt, wil ik dat je een ander soort vraag gaat stellen. Namelijk. Wat hebben die mensen die jij kan helpen, van jou nodig om ja tegen je te kunnen zeggen? Wat heeft geld van jou nodig om in veel gemakkelijkere stroom en in veel uh, grotere stroom in je bedrijf te stromen. Hè, we, hebben heel veel, we horen heel veel mensen over money manifestation, geldmanifestatie. En uh, ik ben all for it. Maar uh, positieve affirmaties en gewoon een goed iemand zijn... en je best doen, dat is niet hoe je geld manifesteert. Geld heeft ook dingen van jou nodig om in je bedrijf te komen. Geld heeft dingen van jou nodig in, om in je business te komen. En een van de belangrijkste dingen die geld van jou nodig heeft, is dat je komt opdagen. Voor de leerlessen, dat je komt opdagen voor het werk dat daarbij hoort. Je hoeft niet hard te werken, maar je moet de juiste dingen doen. Dat je de taal leert spreken van je klanten, van je potentiële klanten. Dat je de woorden leert die geld maken. Geld heeft nodig dat je komt opdagen. Dus voor het gratis online summit, twee dagen lang, 3 en 4 oktober. Wil ik mensen die komen opdagen? Je schrijft je gratis in voor het summit op zaraida.nl slash geld. Daar kan je ook het programma zien van de coole dingen die we gaan doen. Daar kan je ook zien wie de gastspreker is. Ga ik ook in deze podcast vertellen. Um, maar het is echt een summit voor mensen die nieuwsgierig genoeg zijn om te weten waar kan ik groeien waar kan ik meer en beter en krachtiger en vooral en dit is heel belangrijk eerlijker komen opdagen in mijn bedrijf in mijn leven, zodat ik de deur openzet naar meer geld, meer omzet, meer mensen die ik kan helpen, meer impact. Het is geen summit voor mensen die in een slachtoffer mindset zitten. Het is ook geen summit voor mensen die vinden dat de wereld hen van alles verschuldigd is en dat het maar niet eerlijk is. Dat, als, als dat je mindset is. Uh, uh, ga dan niet naar sarida.nl slash geld. Schrijf je niet in, want um, daar is dit summit niet voor. Het is echt een summit voor um, grootdromers, voor ondernemers die zeggen oké, okay, I'm willing to learn. Ik ben bereid om te leren te komen opdagen en echt om het verschil te maken. sarijda.nl slash geld als jij dit bent, en je bent er klaar voor om veel meer te leren over woorden die geld maken. Dat was mijn huishoudelijke mededeling. <laughs> Niet echt huishoudelijk. Um, en ik ben super enthousiast over het summit. Oké, okay. waarom is het belangrijk om um, te leren hoe je in je business meer geld verdient zonder harder te werken? Waarom is het belangrijk in het bijzonder voor vrouwen om te leren om meer geld te verdienen in hun business? En om dat ook te verlangen? En waarom is het juist nu belangrijk? Ik begin met het antwoord. Door in te haken op het laatste stukje. Waarom is het juist nu belangrijk? Ik had laatst een mooi gesprek uh, via mijn Instagram. Ik heet groen uit op Instagram. Als je me nog niet volgt, daar uh, uh, leuk als je me gaat volgen. Ik had een mooi gesprek met, uh, met uh, een groep vrouwen op Instagram. En um, ik vroeg aan ze, uh, maak je zorgen over de toekomst? Maak je financiële zorgen? En heel veel van uh, de vrouwen die mij volgen, en daar zitten een groot deel ondernemers bij, maar er zitten ook uh, mensen in loondienst bij of uh, in andere omstandigheden, heel veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. En dat is ook niet gek, want we leven in een best wel onzekere tijd met een torenhoge inflatie, um, uh, gasprijzen die door het dak gaan. Um, er is van alles waar we geen controle over hebben in onze. Uh, in onze samenleving, in ons, in ons leven momenteel. En het woorden die geld maken summit gaat, en daarom is het ook niet een goed summit als je in je slachtofferrol wil blijven. Um, het woorden die geld maken summit gaat erover: oké, okay, maar wij gaan verantwoordelijkheid en controle pakken over dat stuk waar wij wel verantwoordelijkheid hebben en controle kunnen pakken. Namelijk, we gaan verantwoordelijkheid en controle pakken over onze expressie. In ondernemerschap, maar ook als je in loondienst bent, maar nog meer als je, in als je een ondernemer bent, is expressie: woorden kunnen geven aan de waarde die je hebt, woorden kunnen geven aan het verschil dat je kan maken. woorden kunnen geven aan wat er speelt in de hoofden en harten van de mensen die jij wil helpen. Die woorden kunnen brengen, is het verschil tussen een business waar je misschien een fantastische dienst of fantastisch product of fijne coaching aanbiedt waar niemand op afkomt versus een business met een fijne dienst, fijn product of fijne coaching waar mensen niet kunnen wachten om je in te huren zodat je hen kan helpen hun dromen te verwezenlijken of dat je hen kan helpen los te komen van hun trauma's. Het gaat over expressie. En heel veel ondernemers, zeker vrouwelijke ondernemers Um, hebben daar gewoon veel in te leren. En zelfs als je dus niet een ondernemer bent, maar je bent in loondienst, dan heb je ook te leren hoe je woorden kan geven aan wat jij waard bent voor een bedrijf. Nu meer dan ooit, met veel financiële onzekerheid, die mensen ervaren, ik zeg dat er specifiek bij, want ik zie en ik, ik zie het ook, maar ik ervaar die onzekerheid niet, omdat. En daar gaat deze podcast over. Ik weet waar mijn stukje invloed zit en ik focus me daarop. En ik merk dat dat het grote verschil maakt in mijn business. Dus ik ben niet gefocust op de financiële onzekerheid. Ik zie die natuurlijk wel. Ik maak die ook mee. Maar ik ben gefocust op waar kan ik op een authentieke, positieve manier meer invloed uitoefenen. En dat is in mijn expressie. En geld heeft expressie nodig. Geld heeft waarheid nodig. Geld heeft uitgesprokenheid nodig. En soms heeft geld zelfs controverse nodig. En als jij je niet uitspreekt, als jij je niet laat horen, als jij niet onder woorden kan brengen. Wie je bent, wat je doet, wat het verschil is, wat je te maken hebt, wat de waarde is van wat je inzet. Als je dat niet onder woorden kan brengen, dan kunnen de mensen die uh, jou en jouw werk het meest nodig hebben, kunnen ze je niet zien, kunnen ze je niet horen, kunnen ze je niet vinden, kunnen ze niet voor je kiezen, kunnen ze ook nooit je klanten worden. Dus geld heeft expressie nodig. En het woorden die geld maken, Summit, gaat over expressie. Gaat over. Uh, authentieke expressie vanuit het hart, maar ook strategische expressie. Die dingen hoeven elkaar niet te bijten. Je moet als ondernemer ook slim zijn met de woorden die je gebruikt. Je moet slim zijn. Je moet er ook plezier in hebben. Met wat je uit over jezelf en je mooie werk. Als je dat niet doet, um, lever je jezelf over aan de grillen van de economie. En dat is geen fijn stormbad om in te zitten. Daarom ben ik zo gepassioneerd over het summit. 3 en 4 oktober. Je schrijft je in op zaraida.nl slash geld. En dan neem ik je mee op een, op een, op een reis, op avontuur. Uh, en dat gaat je business en je bankrekening veranderen. Als je komt opdagen. En als je aan de slag gaat met de opdrachten en de tools die ik je aanreik. Het zijn er niet veel, maar ze zijn wel cruciaal. Dus juist nu is de tijd om je meer te gaan focussen op je financiële uh, zekerheid, maar ook op je financiële zorgeloosheid. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor je kinderen. En met wat je leert bij het Summit, kan je ook de generatie daarna gaan poweren. Omdat je een andere manier gaat krijgen van kijken naar geld, een andere manier van omgaan met geld, een andere manier, uh, een andere verhouding toe wat er nodig is om geld te maken in je business. En dat zijn skills. Het is een skill die je leert. Het is geen talent wat je hoeft te hebben. Het is een skill die je leert. Geld maken in je business vanuit je woorden. Met behulp van je expressie is een skill. Ook als je introvert bent. Ook als je verlegen bent. Ook als je je niet altijd even zeker voelt. Dat zijn dingen die niet uitmaken. Het is een skill. Het is een spier die je traint. En. Tijdens de tweedaagse gaan we die spier trainen. En ik wil in het bijzonder dat vrouwen die spier trainen. Vrouwelijke ondernemers. Mannen zijn ook welkom natuurlijk. Maar in het bijzonder wil ik dat vrouwen die spier trainen. Omdat vrouwen. En dit, is, dit kan je gewoon googlen. Wij vrouwen zijn financieel veel kwetsbaarder. dan uh, de mannen. En we kunnen een hele geschiedenisles ophouden. en we kunnen allerlei statistieken erbij houden. Dat gaan we niet doen. Maar als vrouw ben je financieel veel kwetsbaarder. En ik vertelde je eerder al, um, ik ben een single mom. In fijn co-ouderschap met de vader van mijn dochter. Ik vind dat de vader van mijn dochter een fantastische vader is. Uh, ik ben daar heel dankbaar voor. Wij zijn niet samen meer. En ik ben het hoofd van mijn financiële, hoofd, uh, van mijn financiële huishouden, samen met mijn dochter. En. Mijn business is mijn zekerheid. Het is ook uh, mijn speeltuin. Het is ook de plek waar ik expressie geef aan mijn passie, aan mijn, aan mijn dromen. Het is, het is een plek waar ik heel veel beleef, maar het is ook mijn financiële zekerheid. En ik werk zo'n 24 uur in de week, soms iets meer, vaak ook iets minder. Ik geef mezelf en mijn team twee maanden per jaar helemaal vrij. We zijn in de zomer helemaal vrij. En we zijn half december tot half uh, januari helemaal vrij. Dus wij werken niet zoveel. Niemand in het bedrijf werkt meer dan 32 uur. Want ik geloof niet in een 40-uurige werkweek. Doen we niet aan. En zelf heb ik die 24-uurige werkweek. En ik zette vorig jaar bijna een miljoen euro aan omzet om. Niet omdat ik een of ander business genie ben, is echt niet zo. Ook niet omdat ik een soort unicorn ben die iets heeft of kan wat niemand anders kan, is ook niet zo. Maar ik snap de woorden die geld maken. En ik leer dat ook aan mijn team. Daarom hoeven wij niet eindeloos te werken. En als je een vrouwelijke ondernemer bent, of gewoon een vrouw, en uh, je, wil, je, je droomt niet van een honderdurige werkweek, maar je droomt van een leven waar je gewoon tof werk doet, wat je mooi vindt, waar je blij van wordt. Uh, en je werkt ook om je leven te poweren. Om te kunnen zorgen van de, voor de mensen van wie je houdt. Om misschien wat te kunnen sparen. Weet je wel, ik wil een investeringspotje voor mijn dochter sparen, bijvoorbeeld. Uh, ik wil lekker met haar vakantie kunnen. Ik wil leuke dingen kunnen doen voor mijn moeder, die gelukkig nog leeft. En mijn moeders man. Mijn vader is al overleden. Um, geld gaat voor mij over kunnen zorgen, geld gaat voor mij over rust en ontspanning in ons leven brengen. Ook comfort en gemak. Uh, geld gaat voor mij over leuke dingen kunnen doen. Zodat we kunnen genieten met het gezin. Ik en mijn dochter zijn het gezin. Herinneringen kunnen maken. En geld gaat vooral over genoeg geld. Gaat over lekker kunnen slapen s'nachts. Daar gaat geld voor mij over. En voor veel van de ondernemers die ik spreek. En de vrouwen die ik spreek. En ook toen ik op Instagram dit aan het bespreken was. Gaat het daarover. En dat gaat over quality of life. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat. We als vrouwen en ook mannen, maar ik spreek even specifiek tegen vrouwen. Dat we geld echt belangrijker gaan vinden. En dat je die skill gaat leren om met je expressie geld te maken. Want je expressie heb je altijd bij je. Niemand kan dat van je afpakken. Um, en die expressie is niet onderhevig aan uh, grillen in de economie of inflatie of de, je expressie is iets wat je altijd bij je hebt. Dus daar ben ik gewoon heel gepassioneerd over. Um, en dit gaat dus niet, wil ik dus toch nog even als disclaimer: dit gaat dus niet over. Ik ga je dus geen productiviteit tips leren, of hoe je harder kan werken, of hoe je meer kan doen in minder tijd. Het gaat echt over anders werken. Ik ga je wel vertellen wat de dingen zijn die je kunt skippen van je to-do list, omdat dat dingen zijn die uh, uh, je vooral heel veel tijd kosten en je niks opleveren. Dat ga ik je wel laten zien. Met welk gedeelte van je to-do list je soort dat papier dat je in elkaar kan frommelen en weg kan gooien. Want om uiteindelijk geld te maken in je business en om de woorden in te zetten die geld maken in je business. Uh, als je daarop focust, dan betekent dat je heel veel andere dingen juist niet hoeft te doen. Dat is ook waarom ik die 24-urige werkweek uh, zo fantastisch kan hebben. En waarom ik dus ook heel veel kan lummelen. Ik vind het dus ook heel belangrijk om te lummelen in mijn leven. Terwijl ik tegelijkertijd ook heel veel waarde creëer en heel veel mensen kan helpen. Wij helpen duizenden mensen. We hebben duizenden klanten in het bedrijf. Snap je? Dus daar gaat het over. Oké, okay, ik heb vier soorten woorden. Ik vind het echt wel leuk om erin te duwen. Ik kan hier uren over praten, zoals je merkt. Als je voelt van ik heb hier veel in te leren... en ik ben ready om te komen opdagen... en ik wil gaan voor financiële zorgelo zorgeloosheid nu en straks... en ik wil mijn kinderen een andere money story meegeven... zoals James mij de kans gaf om mijn money story te herschrijven... door de vragen die hij stelde... Ik wil mijn kinderen een andere money story meegeven dan waar ik zelf mee ben opgegroeid. Dan meld je je aan op sarayda.nl/slash geld. Het bloed eerlijk over geld summit. Zo heet dat summit. En het is de editie Woorden die geld maken. Vier soorten woorden. Eerste soort woord of woorden die geld maken is woorden die duidelijk durven te beloven. Dit is waar ik veel over praat met mijn Video Business Schoolers. Dus Video Business School is mijn grote video academie voor ondernemers. die um, de krachtigste vorm van expressie. dat is video, hè, waar je nu naar zit te kijken. of als je dit zit te luisteren, audio is ook een krachtige vorm van expressie. maar video is de krachtigste vorm van expressie. die video willen inzetten om hun bedrijf radicaal. de omzet van hun bedrijf radicaal te groeien. ook zonder dat je uh, meer uren gaat werken. Video is daar een heel belangrijke tool in. In mijn video business school heb ik het hier super vaak over tijdens de coach sessies met mijn ondernemers. Wat is de belofte die je vanuit je werk durft te doen? En veel ondernemers, zeker als je je onzeker voelt of je begint net of uh, je bent heel erg gefocust op concurrentie en wat anderen doen. En je bent niet, je staat niet wat dat betreft, je bent niet gefocust op uh, gepassioneerd het verschil willen maken, gewoon vanuit wie je nu bent en vanuit wat je nu brengt. Dat is een belangrijke focus om te hebben. Maar als je dat niet hebt, die focus, um, dan, durf je, dan durven ondernemers vaak geen beloften te doen. Dus dan, wat ze dan in plaats daarvan doen, is het proces. Dus stel je voor, ik geef het als voorbeeld met het Summit. Het woorden die geld maken Summit. Als ik onzeker ben over wat ik daar ga brengen, omdat ik niet verbonden ben eigenlijk met mijn hart. Over wat, wat de intentie is, wat de liefde is, die daar achter dat summit zit. Als ik daar nou onzeker over ben, dan ga ik veel praten over het proces. En het proces is. Um, nou, het is op 3 en 4 oktober. En. Uh, uh, ja, we gaan, uh, we gaan vier sessies doen. En. Uh, um, je, je krijgt uh, um, opdrachten van mij. En. Uh, um, ik ga je helpen. Dan kom je ook met vage taal. Ik ga je helpen met de transformatie. En. Uh, en, en ik weet niet of je het ook merkt aan mijn stem. Um, Niemand wordt hier warm of koud van. Niemand koopt een proces namelijk. Ik lig niet s'nachts in mijn bed te denken. Oh, ik hoop. <laughs> ik hoop dat ik vier masterclasses kan doen. Of ik hoop dat ik lekker aan de slag kan met opdrachten. En zo ligt iemand niet in zijn bed. Mensen liggen in hun bed, s'nachts, te fantaseren. Ja, welke kant gaan we nu op? Nee te dromen over iets waar ze naar verlangen of als ze een probleem hebben in hun leven dan zijn ze aan het dromen over hoe kan ik dat probleem oplossen en in veel ondernemers hun business um, ontbreekt het aan duidelijke beloften ik heb tegen je verteld dat als je je inschrijft voor het summit het gratis summit en je komt opdagen dan gaan we radicaal de, toekomst, de financiële toekomst van je business en je leven veranderen. En niet alleen jouw financiële toekomst, maar ook de financiële toekomst van je kinderen. En misschien ook nog wel van je kleinkinderen. Hoor je hoe duidelijk dat is? Hoor je ook aan mijn stem, en als je deze video kijkt, zie je het ook, hoor je hoeveel passie daarin zit? Hoor je hoeveel intentie daarin zit? Die duidelijkheid, dat is wat jouw. De mensen, jouw potentiële klanten of de mensen die jij wil meenemen in een experience. of de mensen die jij wil aanraken met je werk. dat is wat ze van je nodig hebben. In Amerika zeggen ze, en dit is iets wat James Wedmore mij uh, echt erin heeft. op een liefdevolle manier erin heeft gehamerd. A confused mind never buys. Dus een verwarde, een verwarde gedachtenstroom. of een verward, een verward hoofd gaat nooit ja zeggen tegen jouw aanbod. Dus. Als jij geen duidelijke beloftes durft te doen over je werk. Omdat je in je eigen kleine ego zit, want daar gaat het over. Ja, maar ik weet toch niet zeker. En straks doet er dan één iemand mee. En dan wordt diegene zijn financiële leven niet veranderd. Ja, kan ik het dan wel beloven? Dat, dat, dat is jouw ego aan het woord. He, bij ego denken mensen vaak aan mensen die zichzelf overschreeuwen. Oh ja, die arrogante lul daar. Um... Wat een enorm ego heeft die. Um, en dat is één stuk van ego. Mensen die zich overschreeuwen. Uh, maar een veel groter stuk van ego, wat veel onzichtbaarder is, is mensen die um, zichzelf onderschreeuwen. Oftewel mensen die um, zichzelf niet uiten, geen expressie geven aan wat ze te doen hebben, aan wat ze te brengen hebben, aan wat ze te geven hebben. Dat is ook ego. Ja, want je wil niet uh, dat mensen er iets van vinden. Of uh, ja, je hebt geen zin in kritiek. En dat gaat allemaal over jou. Het gaat allemaal over jou. Het gaat allemaal over jou. Het gaat niet over de mensen die je wil helpen. En gezond ego, dus meer in het midden. En zeker passie en intentie. En focus op het verschil dat je wil maken. Maakt ook dat je duidelijke beloften durft te doen. Want wat het bij jou kickstart. Is dat je nu je gaat focussen op hoe kan ik de allerbeste experience neerzetten? Dat is hoe ik creëer. Daarom durf ik ook die stevige belofte te doen. Toen ik tegen mijn team zei: we gaan een gratis summit creëren over geld, juist in deze tijd. We gaan mensen empoweren, ondernemers empoweren, om echt financieel vrij te worden. Dat, dus we kwamen vanuit de belofte: wat is daarvoor nodig? En een van de dingen die die vraag kwam is laten we kijken wie zou een geweldige gastspreker kunnen zijn die naast wat ik zelf te brengen heb uh, onze deelnemers naar een hoger level kunnen tillen en toen moest ik denken aan Makosi en Makosi is mijn shamaan ik werk met haar nu sinds een jaar en Makosi is een Amerikaanse vrouw ik heb haar ontdekt ze was de gast in de podcast van James Wedmore toen ben ik haar gaan volgen. toen zag ik dat Makosi. toen ik haar hoorde in de podcast wist ik ooit ga ik met haar werken. maar toen kon ik de investering nog niet doen. want toen had ik het niet. ik draaide al goed en ik kon die investering nog niet doen. toen vervolgens zag ik dat zij, uh, dat Makosi, um, een op een werkte met in Amerika een hele bekende ondernemer, manifestation babe, Catherine Zenkina. sommige van jullie kennen haar misschien, misschien ken je haar niet, maar uh, Catherine Zanchina, de Manifestation Babe... is echt een ondernemende rockster in Amerika. Een uh, hele jonge vrouw met fantastisch succes. Iemand die heel dicht bij zichzelf blijft en die echt levens verandert. En ongelooflijk veel geld verdient ook. En Mokosi ging samenwerken met Catherine Zanchina. En vanuit de begeleiding die ze kreeg van, uh, van Mokosi ging Catherine in China door het dak. Dus Catherine's en China, die verdiende al uh, meer dan een miljoen dollar. En ik geloof dat ze doordat ze met Coach ging werken, van 1 van miljoen naar 6 miljoen dollar ging. En niet door harder te werken, maar doordat Makoti, want dat is wat zij kan, en ik werk nu met Makoti en daarom, ik ervaar dat nu zelf ook. Makoti um, kan je zo dicht, kan je helpen zo dicht bij je. Kern te komen en daar expressie aan te geven dat je letterlijk ze noemen dat de, uh, een quantum leap, dat je soort tien levels in je ontwikkeling soort um, in één stap kan nemen. En niet in één keer, maar ze helpt je dan door dat proces heen. Nou ja, magisch. Ik zag dat voorbij komen. Ik dacht, ooit ga ik met mijn COSI werken. Dat heb ik toen gemanifesteerd. Um, die investering gedaan en um, ja, dat. dat dat verandert echt mijn leven. En dus toen ik het summit maakte het programma voor het summit, want daar hebben we het hier over. Omdat ik van zo'n duidelijke belofte durf te komen, omdat ik dat mijn intentie is. En ik duizend procent achter mijn intentie sta, wist ik, oké, okay, ik ga ook iemand daarbij vragen. Ik ga me vragen. En ik kwam vanuit diezelfde duidelijke woorden, zei ik naar haar: zei ik, me dit is een kans. Je hebt nog nooit in Nederland gesproken. Je hebt je raakt mijn werk en via mij raak je ook weer mensen, maar dit is een kans om een hele grote groep mensen die jou en jouw werk nog niet kent om die te gaan empoweren. En mijn kozen zei het meteen en mijn kozen haar agenda is vol, 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 vol. Word de hele tijd gevraagd voor allerlei grote publicaties in Amerika om haar verhaal te vertellen. Ze wordt voor de grootste fans gevraagd om te komen spreken. En nu komt ze dus voor het eerst in Nederland online op mijn summit spreken. En ik geloof dat ze ja heeft gezegd. We hebben ook een goede band. Zij, zij begeleidt mij, dus we hebben ook een goede band. Maar ik geloof dat ze ja heeft gezegd... omdat ze de intentie voelde van mijn duidelijke belofte... naar de mensen toe die ik wil helpen. En dat ze zei oké. Okay. Daarom is het zo belangrijk... dat hè, bij de vier soorten woorden die geld maken... dat je veel meer in je intentie gaat staan... als je een belofte maakt. Ik heb geen zin... Ik ben van deze... Ik ben een beetje streng. Ik heb geen zin... Om je twijfelachtige procesbeschrijving te horen. Ik wil een belofte komen die uit je hart. Ik wil een belofte horen die uit je hart gebarst komt. in hoe jij mensen wil gaan helpen. Hoe jij mensen wil inspireren. Hoe jij mensen wil entertainen. Hoe jij mensen hun levens wil uh, blessen. Wil, wil zegenen met datgene wat je doet. Dat wil ik horen. En als je voelt: ik heb die skill nog niet. Ik wil die skill leren. Belangrijke skill om te leren, uh, dan is het summit iets voor jou. slash geld want daar gaan we mee bezig. Dus wat voor woorden maken geld? Woorden die een duidelijke belofte vanuit een heel krachtige intentie in zich dragen. Tweede soort woorden die geld maken, en dat zijn woorden die bezielen. Veel ondernemers, als ze over hun werk praten, um, praten ze over. Uh, Praat ze over de informatie. Ja, als ik het voorbeeld weer neem van het summit... dan ga ik zeggen van... Um, als ik het alleen maar over de informatie heb, dan zeg ik... Um, het is uh, belangrijk om als ondernemer een goede omzet te draaien... Um, want als je geen goede omzet draait, kan je geen salaris uit je bedrijf halen en kan je niet voor je pensioen sparen en kun je geen buffer opbouwen en al dat soort dingen en kan je niet investeren in je bedrijf. Nou, <laughs> je hoort het. Het is allemaal waar en het is prima en also uh, nobody cares. En wat ik daarmee bedoel is dat als je als ondernemer Praat over je werk en je praat alleen maar over het informatieve stuk van je werk, de feitelijkheid van je werk, dan komt het op zijn best bij mensen in hun hoofd binnen. En in het hoofd is het druk, want we hebben allerlei gedachten in ons hoofd, er dus zijn allerlei prioriteiten in ons hoofd. En informatie die in het hoofd binnenkomt, uh, als het ware, vervliegt weer. Wat je wil met je woorden als je praat over je werk, is dat je bezielt. Dat je in het hart binnenkomt. Dat iemand iets voelt wanneer je spreekt over je werk. En dat kan alleen als je een heldere missie hebt. Wat wil je bewegen vanuit je business? Welke wereld wil je mooier of beter maken? Welk verschil wil je inzetten? Welke transformatie wil je bewerkstelligen vanuit je business? En dat kan gaan over luxe. En het kan gaan over coaching. En het kan gaan over dat je mensen helpt hun trauma's opruimen. Het kan gaan over dat je mensen wil helpen groene smoothies te drinken. Maakt niet uit in welke tak van sport je zit. Je hebt een missie. En misschien ben je daar bewust van, misschien niet. Van alle bedrijven die je had kunnen starten, heb je, ben je dit bedrijf gestart. Why? En die missie. Moet je met bezieling onder woorden kunnen brengen. Als je dat niet doet, voelen mensen je niet, ga je als informatie soort voorbij aan ze en is het alsof ze je nooit gezien en gehoord hebben? In het summit help ik je intappen op woorden die bezielen vanuit de missie. En ik help je ook, uh, want dit is heel belangrijk, om weer in je enthousiasme te gaan staan. Omdat met alles wat er speelt in de wereld en misschien dingen die er. Persoonlijk in je leven spelen. Het is een roerige tijd. Ik merk dat bij mezelf ook. Het is een roerige tijd. Is het belangrijk dat je altijd weer terug weet te keren naar je enthousiasme voor iets? Als je niet enthousiast bent over iets, kan je ook niet bezielen met je woorden. Als je niet kan bezielen met je woorden, worden mensen niet je klanten. Mensen willen bezield worden als je praat over je werk. Maakt mij niet uit of je pennen verkoopt. Beziel me met je missie. Over waarom je die pennen verkoopt. En dat is iets wat je kan oefenen. En dat gaan we oefenen in het Summit. En dat is heel belangrijk. als je financieel uh, krachtig wil zijn, worden of blijven in je onderneming. Derde soort woorden. die geld maken in je business. En dat zijn woorden die zekerheid brengen. Ik had laatst een superleuk gesprek met een, uh, een ondernemer. Een vriendin van mij. En uh, die heeft een prachtig programma. En zij merkte, en dat heb je altijd als je um, iets in de wereld zet, dan heb je supergoed uitgelegd. Hè, dus bijvoorbeeld, ik ben voor mijn gevoel goed aan het uitleggen. waar het woorden die geld maken summit over gaat straks. Gratis summit, waarom het bestaat, waar ik je mee wil helpen. En dan zijn er ook altijd mensen die. Vragen hebben erover, of bezwaren hebben, of sceptisch zijn. En dat hoort zo. Dat hoort zo. En wat het verschil maakt. Ik pak steeds meteen, maar ik neem geen slok. Wacht even. Wat het verschil maakt op het moment dat jij vol overgave, vol passie vertelt over. Uh, een mooie dienst of een mooi product of een mooi coach-traject of een mooi event wat je organiseert of een, een fantastische experience. De zekerheid die in je woorden zit. En soms worden ondernemers onzeker als mensen uh, een kritische nood hebben. Of als mensen vragen hebben, hoe zit het hier dan mee? Of uh, gaat het wel voor mij werken? Of als mensen een bezwaar hebben. Nou ja, dit summit klinkt fantastisch, maar uh, uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel meer geld wil verdienen, kan een bezwaar zijn. Of dit summit klinkt fantastisch, maar uh, um, ik ben introvert. Dus uh, ik, 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 ik weet niet of, of er voor mij veel te halen valt als ik woorden ga leren die geld maken en als ik krachtiger in mijn expressie kom te staan. Op het moment dat iemand um, je bevraagt. Sceptisch is over je werk, uh, het nog niet begrijpt, twijfels heeft, zijn er woorden nodig die zekerheid brengen? Wat ik daar niet mee bedoel is dat je je gaat verdedigen. Waarom zou je je verdedigen? Je maakt wat je maakt en je staat erachter. Maar als je beter snapt wat het mechanisme is wat er nu speelt, namelijk als mensen je bevragen, dan hebben ze interesse. Als mensen sceptisch zijn, hebben ze vaak interesse. Als mensen um, zich afvragen: gaat dit voor mij werken? Dan hebben ze interesse. Even in een hele platte taal: dat zijn koopsignalen. Of het zijn aanmeldsignalen, hoe je het wil zien. Wat er dan van jou gevraagd wordt, is dat je, en dit klinkt een beetje zweverig, krachtig in je midden blijft staan. En dat je als het ware. Teruggaat naar de kern. Dus als er iemand naar mij toe komt en zegt... ik zag uh, woorden die geld maken summit voorbij komen. Het lijkt me eigenlijk best wel interessant. Alleen ik ben heel introvert. En ik wil niet op de volgrond van mijn business. Dat zou kunnen. Denk je dat het toch iets voor mij is? Dan ga ik niet verdedigen waar het summit over gaat. Of, maar dan ga ik naar de kern toe. En dan zeg ik tegen... Uh, diegene die dat vraagt aan mij dan zeg ik ik ben super blij dat je dit vraagt want er is juist een enorme kans enorme kans voor jou. Geloof je dat er een vorm is van volle zelfexpressie die er op jou ligt te wachten waar je ook trouw kan zijn aan wie je bent. Dus waar je jezelf niet hoeft te overschrijven. Je hoeft niet extravert te zijn om dit voor je te laten werken. Geloof je dat er een vorm is voor jou die compleet authentiek is, die gaat over jouw expressie, waar meer liefde, meer aandacht, meer bezieling in kan gaan zitten, zodat je meer mensen kunt helpen, zodat je meer mensen hun levens kunt veranderen, zodat je meer kan geven van het moois wat je in je hebt. Geloof je daarin? Want ik geloof dat wel voor jou. Dit is waar die zekerheid vandaan komt. En in het summit kan ik je helpen en ondersteunen die vorm te vinden voor jezelf. Stel dat dit gesprek zich zo afspeelt. Denk je dat die persoon zich aanmeldt of denk je dat die persoon zich niet aanmeldt? Ik denk dat die persoon zich aanmeldt. En waar dit over gaat, en dit is iets wat veel ondernemers en met name vrouwelijke ondernemers echt moeten oefenen: is dat met jouw werk, met jouw talent, met jouw gaven. Zie jij een toekomst voor jouw potentiële klanten, voor de mensen die meedoen, in dit geval aan het summit, die zij nog niet zien voor zichzelf? En als iemand naar jou toe komt met de vraag, of met een beetje sceptisme of met een twijfel, dan is de uitnodiging: do not. Dan hoef je niet op dat level met iemand te gaan zitten. Je gaat ook niet overtuigen, want ik wil dat je vanuit een plek komt dat jij gooit de deur open en wie er binnen stapt, stapt er binnen. Je hoeft mensen niet over te halen, je hoeft mensen niet te manipuleren, je hoeft mensen niet uh, te proberen over een streep heen te praten. Jouw werk is om in zekerheid te staan met wat jij gaat doen en wat je gaat brengen en wat je biedt. En om de deur gewijd open te, te slingeren, zodat de mensen zichzelf kiezen om binnen te komen. Daar gaat dit over. En dat kan en dat doe je alleen als je snapt dat de visie die jij voor de mensen hebt. Wiens levens je wil aanraken met je werk. Die visie hebben zij nog niet voor zichzelf. Anders waren ze wel je collega's. Maar ze zijn nog niet je collega's. Ze zijn je deelnemers. Ze zijn uh, je klanten. Net als wat James, ga ik helemaal terug naar het begin van de podcast. Net als wat James tegen mij zei. Toen ik in gesprek was met James over die grote investering. Zat ik in mijn kleine ik, ik zat in mijn angst, ik zat in het leven dat ik tot dan toe had geleid. En James zei, er is iets anders mogelijk voor jou. Ik zie dat en ik kan je helpen daarin te stappen. Kies maar. En gelukkig zei ik ja, maar zijn visie voor wat er mogelijk was voor mij, heeft mij de, de moed gegeven, de zekerheid gegeven om die stap te kunnen zetten. En ik heb geen seconde getwijfeld. En ik heb daar mijn leven veranderd. En ook het leven van mijn kind. Precies zoals ik had afgesproken met James. Ik heb daar in een versie van mezelf kunnen stappen die ik nergens anders had kunnen aanraken. En ik zal daar altijd dankbaar voor zijn. Altijd, altijd. Dus ik was blij dat hij in zijn zekerheid bleef staan, zodat ik in mijn eigen zekerheid kon stappen. En dat is waarom jouw bedrijf woorden nodig heeft die zekerheid brengen. Het gaat namelijk niet om jou. Het gaat om die. Klant, het gaat om die ander, het gaat om die deelnemer, het gaat om die persoon die je kan helpen. En James snapte dat. En ik snap dat ook. En ik wens en ik wil dat jij dat gaat snappen. Dat je gaat leren hoe je in je zekerheid staat. En dan maakt het ook niet uit of mensen ja of nee tegen je zeggen. Mij maakt niet uit, dus in het voorbeeld wat ik net gaf, van iemand die zegt ik ben een introvert, mij maakt het uh, niet uit of diegene zichzelf kiest. Ik gun het diegene om zichzelf te kiezen met mijn werk omdat ik weet wat ik kan betekenen. Maar ik, ik, ook, ook even goede vrienden, als je daar niet voor kiest. Alleen ik, het is mijn taak om de deur met zekerheid open te zwaaien. En dat doe ik. En dat heb je te leren. In het summit ga ik je daar hele krachtige uh, uh, woorden voor aanreiken. Hoe je dat doet. Schrijf je in als je voelt, dit heb ik te leren. Hier wil ik in bewegen. Hier heb ik dingen, stappen in te zetten. Je schrijft je in op saraida.nl slash geld. Een makkelijke URL. Makkelijker kunnen we het niet maken. En fucking leuk is het wel ook. Sorry voor mijn F-woord. Voor, vierde, voor de, wou ik zeggen. Vierde soort woord wat geld maakt in je business. Woorden die je nodig hebt. En dat zijn woorden die plezier brengen, woorden die entertainen. Het maakt me niet uit of je heel serieus werk doet. Het maakt me niet uit of je heel delicaat werk doet. Het maakt me niet uit of je in de meest serieuze bedrijfstak van de wereld zit met je business. We hebben woorden van je nodig die plezier en ontspanning brengen. Mensen kunnen pas ja zeggen tegen jou en je mooi werk als ze ook ontspannen bij je woorden. Veel coaches, met name, kunnen dit niet. I'm sorry als ik het tegen jou heb. Omdat coaches vanuit hun liefde voor hun vak helemaal vastzitten in hun jargon. In hun coach, grote mensen taal. Dus wat is jargon? Jargon is dit. Als dit op je website staat, I'm talking to you, haal het eraf. Jargon is als volgt. Um, ik help je in mijn 12 weekse programma door een transformatie heen te gaan. Waarin je leert uh, niet langer te relateren vanuit de trauma's uit je. Ver... <laughs> nou, ik ben al afgehaakt bij mijn eigen soort jargon bla verhaal uh, Prima als dat je werk is. Want ik ben iemand die. Dus even. Ik, ik coach, maar ik word ook altijd gecoacht. Ik zit altijd in therapie. Ik heb alle soort therapie. En I love it. I love it. Maar nog nooit, geen seconde, ben ik binnengestapt bij een coach of een therapeut. Omdat ik op de website las of in de mail las. Ik ga je door een transformatie heen helpen. En ik ga je helpen van het niet meer te relaten. Wat jouw business nodig heeft, in welke branche ook zit, is de taal van popcultuur. De taal van popcultuur. Niet jouw zakelijke jargontaal die niks voor mij doet. Wat is de taal van popcultuur? Plat gezegd is de taal van popcultuur is dat je leert praten zoals hoe het leeft in het hoofd van jouw ideale klanten. Ik herhaal dat. Je leert praten met de woorden zoals hoe het leeft in het hoofd en in het hart van je ideale klanten. Dus ik zeg maar wat? Stel je voor je bent een traumatherapeut. Ik heb heel veel traumatherapie gehad, omdat ik ook veel dingen heb meegemaakt. En uh, I love traumatherapie. Dat klinkt heel stom, maar I love it. Wat ik nodig heb als jouw ideale klant. is niet: we gaan je helpen, met transformaties en je triggers, la la la. Stel dat iemand paniekaanvallen heeft. Ik had bijvoorbeeld, ik had geen paniekaanvallen, maar ik pak dat even omdat het een heel concreet uh, voorbeeld is. Dan wil ik dat een traumatherapeut zegt. Um, Nooit meer een paniekaanval. En nu, als je iets moeilijks of iets naar meemaakt, help ik je om rustig in je lijf te blijven. Geen paniekaanval. En hoe dat nare gevoel dat je misschien wel even voelt, hoe je dat makkelijk laat optrekken. Of hoe je daar maar 90 seconden in zit in plaats van 9 dagen. Dit is popcultuurtaal. Iemand die last heeft van paniekaanvallen ligt s'avonds in zijn bed en denkt: Ik wou dat ik geen paniekaanvallen had. Die ligt echt niet in zijn bed te dromen van: wauw, Ik wou dat ik door een twaalfweekse transformatie heen kon, zodat ik weet ik veel wat. Snap je wat ik bedoel? En in popcultuur taal, en dat is taal die vaak veel platter is dan dat jij jezelf wilt toestaan. Popcultuurtaal heeft ook iets van plezier in zich, omdat het zo duidelijk is. Het heeft vaak ook iets van, zijn gemak, van gemak in zich. Iemand die s'avonds in zijn bed ligt en die last heeft van paniekaanvallen, die denkt: wah, oh, lijkt me echt vet heerlijk om nooit meer een paniekaanval te hebben. Dat is popcultuurtaal. Gewoon platte Jip- en Janneke-taal. Ik zeg altijd tegen mijn video-business-schoolers: als jij niet kan uitleggen wat je doet aan mijn dochter van inmiddels vijf, Then you're speaking the wrong language. Ja, maar quantum, quantum mechanische fysica. I don't care. Als jij niet kan uitleggen aan mijn dochter van vijf wat je doet, wat je brengt, welk verschil je maakt met het mooie werk dat je doet. Dan moet je terug naar de tekentafel. Dan is het jargon. En dan is het geen popcultuurtaal. En wij hebben je popcultuurtaal popcultuur van je nodig. Dat kan je leren. Vaak wat er tussen jou. En je popcultuurtaal inzit, is jouw ego. Je bewijsdrang. Je behoefte om serieus genomen te worden. Je behoefte om respect en aanzien te hebben. En daarom heb je het super ingewikkeld gemaakt, je taal. Misschien leest je kritische vader wel mee op je website en heb je daarom allemaal ingewikkelde woorden. Of misschien lezen je vervelende collega's wel mee op je Instagram en daarom, of op je LinkedIn en daarom heb je daar allemaal ingewikkelde woorden. Opgeplakt. Of misschien lukt het je niet om die vertaling te maken naar dat hele hoogover jargon. waar je in je studie zoveel mee geconfronteerd bent. Um, dat, dat het je niet lukt om, om te zakken in je taal, om het zo maar te zeggen. popcultuur is zakken in je taal. zodat de mensen voor wie jij het verschil kan maken. dat die je kunnen horen. en ja kunnen zeggen tegen zichzelf. met jouw mooie werk. Je kan dat leren. Om popcultuur te spreken. En je bedrijf heeft het van je nodig. Hè? Iedereen zegt: Oh, wat, 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 wat moet ik allemaal doen om meer geld te verdienen? Uh, wat, wat geld van jou vraagt. <laughs> om meer tot jou te kunnen komen. is dat je leert popcultuurtaal spreken. Gewoon normale Jepe Janneke Mensentaal. Daarom heet dit summit ook Woorden die Geld maken. Dat is popcultuurtaal. In plaats van interne transformaties waarmee we de manier waarop je kijkt naar geld uh, gaan aanpassen, dat je nieuwe resultaten kan bereiken. Zodat je... Nou, uh. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Woorden die geld maken. En wat je vervolgens gaat merken als je je inschrijft voor het summit, is dat we veel dieper gaan dan alleen die woorden. We gaan ook naar de gedachten. Die die woorden aansturen. En we gaan ook naar de ziel en de spirit die die gedachten creëren, die vervolgens die woorden weer aansturen, die dan dat geld gaan maken. Maar dat ga je ontdekken. Die nuance ga je ontdekken in het summit. De taal, de popcultuurtaal die hoort bij het summit is luid en duidelijk en popcultuur. Uh, en een kind begrijpt ook waar we het over hebben. En dat is het belangrijkste. Stop met jargon spreken. Je, 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 echt, je, je gooit geld, je business uit met je hoogovertaal. Of met je vaagtaal. Lord have mercy. Wat zie ik veel ondernemers die fantastisch werk doen en die het begraven en onzichtbaar maken en in de grond verstoppen met hun vaagtaal. Misschien ben jij zo'n vaagtaler. Niks mis mee. Kom het veranderen. Misschien ben je iemand die geen popcultuur spreekt. Ook nog niks mis mee. Maar kom het veranderen. 3 en 4 oktober. Woorden die geld maken. Online summit. Het wordt een fantastische experience. Als je het bij deze podcast al hebt gedacht. Ik heb zoveel inzichtjes. Inzichten waarmee ik iets kan. Stel je voor wat er mogelijk is. Als je twee dagen lang. Met mij en dus ook met Makosi. Aan de slag gaat. Makosi is er niet twee dagen lang. Die is er één dag. Stel dat je echt aan de gang gaat in workshopachtige achtige sessies. Dus niet alleen maar praten en luisteren. En, oh, wat een mooi inzicht. Echt aan de slag gaan. Bezig gaan met die, strategie, met die strategieën. Dingen gaan aanpakken. Meteen dingen gaan aanpassen. Stel dat je je daaraan geeft. Stel dat je daarvoor komt opdagen. Wat is er dan mogelijk? Wat is er dan mogelijk voor je business? Voor je expressie, voor je bankrekening, voor je financiële toekomst, voor de financiële toekomst van je kinderen. En als je er zin in hebt, de financiële toekomst van je kleinkinderen. Wat is er mogelijk? Het antwoord is alles. Maar het kan niks voor je betekenen als jij je niet inschrijft, als je niet komt met de intentie om ook echt te komen opdagen. En als je het niet vastpakt. Dus dat is waar jouw stuk van het werk ligt. Kom opdagen. Zeg ja tegen jezelf, kom opdagen. Dat doe je op zarijda.nl slash. Zarida.nl ja, slash geld. zaridanl slash geld. Je meldt je aan. Het is 100% gratis. We gaan aan de slag. En mijn intentie is om je leven te veranderen. Op de meest positieve enthousiasme, enthousiaste, mindblowing, plezierige manier mogelijk. Je leven en je bankrekening. Dat is waar we voor gaan. Misschien je bankrekening en je leven. Kijk maar even wat jouw volgorde is. Zaraida.nl slash geld. 3 en 4 oktober. Zorg dat je erbij bent als dit je aanspreekt. Zorg als je erbij bent als je in je lijf voelt... I need this. Kom opdagen. Let's have fun. Het wordt ook hartstikke leuk namelijk, en ik kan niet wachten om je mee te nemen op dat avontuur. Dank voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Ik zie je hopelijk bij en in het summit, en sowieso volgende week weer met een nieuwe podcast hier bij de Strijden Podcast. Dank je wel en uh, tot snel.